Eierstokkanker komt voor bij zo'n 1300 vrouwen per jaar in Nederland en ontstaat door een kwaadaardige cel in de eierstok. Meestal in de eierstok. Het kan ook in de eileider ontstaan of in het buikvlies ontstaan primair, maar meestal in de eierstokken. En die kwaadaardige cellen die ontstaan daar primair en kunnen van daaruit gaan zwerven of doorgroeien naar andere organen. Bijvoorbeeld naar de baarmoeder of naar de andere eierstok. Of als ze niet al begonnen zijn, daar naar de buikholte. Soms ook naar lymfeklieren of verderop in het lichaam. Naar lever, longen, andere organen. Hoe verder de uitbreiding is, ja, hoe slechter de vooruitzichten zijn. Dus daarvoor van belang om eierstokkanker zo mogelijk vroeg op te sporen. Maar tegelijkertijd is dat wel een probleem, omdat je niet heel veel klachten daarvan hebt in het begin. En de klachten vaak pas komen op het moment dat eierstokkanker naar de buikholte toe gaat en de buik dikker begint te worden of de darmen problemen geven. Nou, patiënten die gediagnosticeerd worden met eierstokkanker, die hebben vaak al een langer traject achter de rug, waarbij ze vaak langere tijd al klachten hebben waarvan men niet goed wist waar dat nou vandaan kwam. En dat heeft ermee te maken dat eierstokkanker een ziekte is die in de eierstokken zit, die vaak weinig klachten geven. Maar op het moment dat de ziekte zich verspreidt in de buik, dan kunnen daar klachten komen van vocht in de buik, waardoor mensen een bolle buik krijgen. En dat is vaak het moment dat mensen naar een dokter gaan en dat ook men achter de diagnose komt dat er sprake is van eierstokkanker. Op het moment dat iemand zich dan presenteert met bijvoorbeeld een bolle buik, dan wordt er ofwel vocht afgenomen, wat dan onderzocht wordt door de patholoog. Of als het mogelijk is, wordt er een biopt genomen van weefsel wat in de buik zit, wat dan ook door de patholoog onderzocht wordt. Wanneer het een vroeg stadium betreft, dan bestaat de operatie in het algemeen uit een operatie waarbij afhankelijk van de weefseluitslag er al of niet een reden is om aanvullend chemotherapie te geven. Wanneer de ziekte zich verspreid heeft in de buik, dan spreken we van een stadium 3 of 4 eierstokkanker. Dan bestaat de behandeling uit een combinatie van chemotherapie en opereren. De volgorde kan wisselen. Wanneer we inschatten dat een operatie in eerste instantie goed haalbaar is, waarbij het dus goed lukt om alle zichtbare ziekte weg te halen, zullen we starten met een operatie waarbij in ieder geval de eierstokken, de baarmoeder en het vetschort verwijderd worden en verder alle ziekte die we in de buik tegenkomen. Dan wordt die operatie vervolgd met chemotherapie. Dat zijn over het algemeen 6 kuren. Die kuren kunnen ofwel alleen via het infuus gegeven worden, of het kan een combinatie zijn dat chemotherapie in het infuus en ook in de buik gegeven wordt. Wanneer we inschatten dat de ziekte, dat het niet goed in eerste instantie te opereren is, zullen we beginnen met chemotherapie, waarbij er na 3 kuren een operatie gedaan zal worden. Bij die operatie is het ook het doel om alle zichtbare ziekte weg te halen. En als die operatie goed is gelukt, dan wordt daarna de behandeling voortgezet met nog 3 kuren chemotherapie. Nou, in het laatste jaar zijn er een aantal ontwikkelingen geweest binnen de behandeling voor het ovariumcarcinoom. Dat is één ontwikkeling op het gebied van het maken van keuze wat nou de beste behandeling is voor een patiënt. En een andere ontwikkeling is op het gebied van de chirurgie. Om met het eerste te beginnen, dat is de keuzehulp. Dat is een keuzehulp die ontwikkeld is vanuit Nijmegen in samenwerking met de patiëntenvereniging, medische oncologen en gynaecologen. En daarin wordt een patiënt eigenlijk meegenomen in het maken van de keuze wat nou de beste behandeling is voor die persoon. Die keuzehulp wordt op dit moment geïntroduceerd in een aantal ziekenhuizen. En wanneer die ervaringen goed zijn, dan zal dat verder uitgerold worden over de rest van Nederland. De andere ontwikkeling betreft de toepassing van HIPEC bij eierstokkanker. In 2018 is er een studie gepubliceerd waarbij gekeken is naar de meerwaarde van toepassen van HIPEC bij de operatie die gedaan wordt nadat er 3 kuren chemotherapie gegeven zijn. De HIPEC staat voor een verwarmde buikspoeling in aansluiting op de operatie. En wat die studie heeft laten zien, dat wanneer de patiëntengroep die behandeld wordt met
eerst chemotherapie en daarna een operatie en daarna chemotherapie. Dat tijdens de operatie het toevoegen van die HIPEC die patiënten een overlevingswinst gaf. Dus de uitkomsten van die studie hebben er eigenlijk toe geleid dat vanaf 2019 in Nederland er 10 centra zijn die deze HIPEC-behandeling uitvoeren. Die 10 centra zijn verspreid over Nederland, zodat iedereen daar toegang toe heeft. Voor de patiëntengroep waarbij we in eerste instantie een operatie doen, gevolgd door chemotherapie, daar is vanaf 2019 ook een studie gestart. En patiënten die aan die studie meedoen, daar wordt tijdens de operatie een loodje getrokken of er al dan niet een HIPEC-behandeling wordt toegevoegd. Ontwikkeling die we recent eigenlijk hebben gemaakt is dat we het weefsel wat bij de operatie wordt weggenomen onder een microscoop kunnen bekijken op een heleboel dingen. Maar tegenwoordig ook al om te kijken of daar aanwijzingen voor erfelijke variant zit of er sprake is van erfelijkheid in deze eierstokkanker, want dat komt nog wel eens een keer voor. En als we dat in dat stukje tumorweefsel al hebben kunnen zien, dan verwijzen we daarna naar een klinisch geneticus, een erfelijkheidsspecialist. En als we dat in dat tumorweefsel niet hebben gevonden, dan is een erfelijkheidsspecialist ook niet nodig. Dat is toch wel anders dan we eerder deden, waar we eigenlijk iedereen al verwezen naar een erfelijkheidsspecialist. Tegenwoordig kunnen we dat dus zien in het tumorweefsel, ook wel een tumor-first benadering, die ja, toch vrij recent ontwikkeld is vanuit bijvoorbeeld Nijmegen en Groningen. Een andere ontwikkeling is een behandeling met paraprimmers. En paraprimmers zijn een speciaal soort medicijnen die werkzaam zijn bij eierstokkanker. Dat weten we al, of dat wisten we al van vrouwen bij wie de eierstokkanker is teruggekeerd na de primaire behandeling. En wat we nu eigenlijk als nieuwe ontwikkeling hebben, dat we die paraprimmers ook kunnen gebruiken voor vrouwen bij de standaardbehandeling. Dus krijgen een operatie en chemotherapie en dan aansluitend voor een periode van 2 tot 3 jaar een paraprimmer. En we hebben gezien uit een paar grote studies internationaal, waar wij ook zelf aan hebben mee kunnen doen, dat je daarmee de kans dat de ziekte terugkeert, kleiner maakt. Of in ieder geval kunt uitstellen dat het later terugkeert. Het meeste effect van die behandeling is als er zo'n erfelijke variant is. Dan werken die paraprimmers het allerbeste. Maar wat we nog recenter hebben gezien is dat het ook als er geen erfelijke variant is, een mogelijkheid gaat komen om die paraprimmers te gebruiken. Het effect is dan wat minder groot, minder vrouwen hebben daar voordeel van, maar het is wel een nieuwe ontwikkeling waarbij we die paraprimmers gaan toepassen, aansluitend aan de primaire behandeling. Bij mij is ook een test afgenomen om te kijken of ik in aanmerking zou kunnen komen voor paraprimmers. Dat is begonnen met een tumortest en al heel snel bleek dat ik inderdaad een BRCA2 mutatie heb. Ik besprak met mijn oncoloog of ik op basis daarvan in aanmerking zou kunnen komen voor olaparib. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. Dus na de eerste lijns behandeling, toen de chemo's operatie en weer de chemo's klaar waren, toen kon ik beginnen met olaparib. Vanaf het begin heb ik er eigenlijk fysiek nooit iets van gemerkt. Ik was heel blij dat die chemo's waren afgelopen, want daar merkte ik wel wat van. Ik ben iemand die heel erg van het buitenleven houdt, heel actief is. Voordat ik ziek werd, was ik marathonloper. En ik heb 2 honden thuis, dus het is heel belangrijk voor mij om 3 keer op een dag lekker buiten te zijn en actief te zijn. Fiets ook nog. En dat bleek dus met die paraprimmers heel goed mogelijk. Dus ik was heel opgelucht dat die chemo's klaar waren en ik kon beginnen met die paraprimmers. Vooral ook omdat die paraprimmers er nu voor zorgen dat die kanker al 2 jaar onder controle is. En ik ook het leven kan leven zoals ik dat graag zou willen doen. Het is niet zo dat die paraprimmers snoepgoed zijn, verre van. Het eerste jaar moet je ook elke maand worden gecontroleerd. Dus ja, dat is wel aan de andere kant. Aan de ene kant kun je alles doen. Aan de andere kant is het ook zo dat je elke maand bloed moet laten prikken om te laten controleren. En als je dan kijkt naar het bloedbeeld, dan zie je wel dat die middelen wat doen. Namelijk, de weerstand wordt minder. Het kan invloed hebben op het aantal bloedplaatjes. En je kan er ook bloedarmoede van krijgen. Nou, de laatste was bij mij niet het geval. Wel met de weerstand, dat het altijd net op de rand was. Leukocyten voor de kenners, 3,5, 3,4. Nou, dat hield niet echt over.
Op een gegeven moment kreeg ik ook een infectie. Of dat nou door de olaparib gekomen is, dat weet ik niet. Maar mijn oncoloog en ik vonden het verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen. Dus ik kreeg een reductie van de dosis. En voor zover ik heb begrepen, gebeurt dat redelijk vaak. Nou, sinds die reductie, dat was na 3 maanden, gaat het goed. Het bloedbeeld is stabiel. Ik ben heel tevreden over het gebruik van deze PARP-remmers. En ik hoop natuurlijk ook dat ik net zoals die andere vrouwen nog even mag genieten van de stabiliteit van de kanker en de kwaliteit van leven ook.